maar ja, wat. Oh,
staan hier wel. Huh? Ah ja? Mijn vriendin van mij, Kiki. Die ging naar de badkamer. Ze stond in de gang. En ze wou naar de badkamer gaan voor haar make-up te doen. En plots hoorde ze een geest. Niet hoe? Ja. Ze dacht, wat is dat nu? Ze keek rond haar, maar ja, ze zag niets. Ze wou terug de badkamer ingaan. En weer, maar nu veel duidelijker. Niet hoe? Kiki is nogal een scheetluis, dus ja, ze ging direct naar beneden om te vertellen tegen haar mama natuurlijk. Als ze beneden was, hoorde ze een superluide knal, zo kabam! Ja, echt hè? Ah ja? Ze gingen snel naar boven om te kijken wat dat was. Toen ze boven waren, zagen ze dat het kastje van de badkamer gevallen was. Maar niet zomaar gevallen, hè? Gevallen op de plaats waar Kiki zou staan als ze haar make-up zou doen. Deze is gewoon verwittigd door de geest, jong. Hoe cool is dat? Ja, zeg, het is al genoeg met die geestenverhalen, hè. Spit ook hier geen oog toe vannacht. Ha, ja. Nu moet ik toegeven, ik eigenlijk ook niet. Oké, genoeg. Er is hier zo'n toneeltje. Of Adams Family. Die Adams Family. Oh, maar die vind ik keileuk. En die film is echt de max. Oh, ik hou echt van die film. Veel minder enge en stomme geesten, hè. Ja, echt super cool. Ja. Wat ja. Ja, ik... They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together kooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Sweet. So get a witch, a shaman, a broomstick you can call on. We're gonna paint a poem on the Addams Family.
kunnen. Dat is hier echt niet meer normaal, hè?